zijn hier in de Kempische geitenboerderij De Polle, dus in de Netenvallei. Ik ben Michel van Ticht, kaasaffineur uit Antwerpen. We gaan de Veerle Danen ontmoeten. We gaan dus vandaag een ontdekking doen tussen de ambachtelijke geitenkaas en de Leffe-Ruby, ideaal als aperitief. Maar hier hebben we een kaas bij ons hier, een neteling, dacht ik. Dat is een kaas waar heel veel arbeid in kruipt, ja. Een hele artisanale kaas. Ja. Moulet à la louche. À la louche, ja. Heeft een heel langzaam stremproces. Ja. Wordt dan ook heel voorzichtig gelepeld en uitgeschept. Zouten, dat is iets dat je met het oog moet leren eigenlijk. Je mag niet te veel zout, ook niet te weinig. Ja. De onderkant is ook gedaan. Onderkant ja, gedaan. Perfect, ja. Ja, Veerle, ik heb hier iets meegebracht. Een biertje, een Ruby van Lef. Aperitief bier, heel veel fraîcheur, zomerbier. De aroma, rood fruit, rozen. Gaan we eens proeven met de kaas erbij? Ja. Dat geeft meer explosie in de mond. Ja. Met zo'n stuk dan van die fijne snippers. Ja, ja, ja. En het mag een beetje explosie in de mond ja, zijn. Ja, zeker. En geitenkaas is frissuur ja. En combineert heel goed met fruitsmaken. Dus zeker met die ja, rood fruit. Dat is een ideale combinatie dan. Hè? Gezondheid.